Ja. Dag Anthony van Weert. Wat vonden we van de match? Ja, een overwinning. Dat is het belangrijkste dat we kunnen onthouden uit deze wedstrijd. Want het voetbal was goed in de tweede helft. De eerste helft was abominabel slecht. En het was niet om aan te zien. En we hebben ons een beetje herpakt in de tweede helft. Maar het was nog niet ons topniveau. We hebben goed gevoetbald. Kansen moesten afgewerkt worden, want als je kansen afwerkt, win je hier met 10-1, gemakkelijk. Je hebt mij verteld dat in het begin van het seizoen dat je in een dipje zat. Zet het er al uit? Ik kan zeggen dat ik er volledig toch uit ben aan het geraken. Want in het begin inderdaad weinig kansen gekregen, slechte wedstrijden gespeeld, terecht op de bank toen. En ik heb dan blijven doorwerken op mijn eigen tijdens de trainingen en dan vertrouwen gekregen, heb kalmte houdt. De hele wedstrijd gespeeld, goede wedstrijd en dan vorige week ook hetzelfde. En vandaag kan ik ook zeggen dat ik niet een al te slechte wedstrijd heb gespeeld. Derde bij de verkiezing van speler van de week. Oh, nog iets. Ja, dat is plezant om te horen. Dat is een verdienste, daar kan ik blij om zijn. En dat het doet me ook deugd dat de supporters appreciëren hetgeen wat ik doe en ik kan daar dan blijven doorwerken, elke week hetzelfde. Hoopte om volgende week eerste te worden bij de verkiezing? Ik hoop niet veel, ik hoop gewoon dat ik een degelijke wedstrijd speel, maar als iedereen een degelijke wedstrijd speelt, kan je niet hopen van eerste te zijn. En ik hoop gewoon dat ik een positieve constante kan spelen, niet één keer eerste en dan weer helemaal van achter ben. Ik hoop gewoon constant te blijven. Oké, bedankt Anthony en nog veel succes. Bedankt.